Zo. Na 3 jaar gaat Ibo een keer op stap. Dat regent als pest. Oh. Ik ga naar Corydon. En ik heb een café daar gevonden waar ze kriek hebben, geloof ik of niet. Oké. Zo, we komen Gielsen. We komen Corydon in. Dit is de eerste winkel. Een gunhol. Zo. Daar kopen ze wapens. Er is hier een benzinestation aan de rechterkant. Corydon is tamelijk goedkoop, vind ik. Maar vanavond ga ik op stap. Eens kijken wat we kunnen doen. Hier is een stoplicht. Dat hadden jullie wel herkend natuurlijk. En we gaan hier een heuvel af en dan rij je recht het centrum in. En het regent. Behoorlijk. En morgen gaat het vriezen. Zo interessant. En morgen wil ik ook met Jennifer toe. Zo. Eens kijken, de prijs van benzine is momenteel $1,84 voor een gallon. Het valt mee. Je ziet nooit niks hier, man. Of ik ben blind aan het worden. Zo, ik ga naar een café, want er speelt een bandje. En de gitarist van die band, dat is een chauffeur van Lucas. Die gast die begon er 2 maanden aan mij, denk ik, bij Lucas. Zo, die herkende Karel net zo lang daar werkte. Hij zei, ik vind hem een heel aardige gast. Hij is vrij stil. En ik heb hem nooit horen spelen, maar ze zeggen dat hij best wel goed gitaar speelt. Zo, hij is chauffeur en hij is afgestudeerd op psychologie. Hij probeert me altijd te verklaren wat ik ben en hoe. En hij is ook een pastoor in een kerk of een dominee of zo. En hij is chauffeur. Dat zie je hier wel vaak hoor. Zo, ik denk dat hij psychologie had hij afgestudeerd. Hij kwam dus hij kende een vrouw al vanaf heel jong. En die zagen allebei uit als hippies, man. Dat was wel grappig. En dan kocht ze een splitscreen nieuwe Peterbilt. Dus produce rijden van Indiana naar Californië. Op en neer voor jarenlang. Dat is helemaal beu werden. Daarna is hij LTL gaan rijden, dat betekent dat hij iedere dag thuis was. En nu werkt hij alweer 12 jaar bij Lucas, denk ik. Nou. Ze zeiden in een café downtown, er zijn hier 2 cafés. Maar er is maar 1 waar ze wel eens een bandje hebben. Zo. Nou, hier is downtown, hier is de square. Hier zit het gemeentehuis. Of eigenlijk is dat hier is het oude gemeentehuis. Dat is wel leuk hier. En dan zijn hier een paar cafeetjes. En ik denk dat hij daar speelt. Maar even kijken op bij de drank. Speelt, ik zie hem al. Gaan we nou parkeren. Zo, dat Ibo's op stap hoor, de eerste keer in 23 jaar. Nou wel. Zo, die gast die daar gitaar speelt, die ken ik dus. Die rijdt gelukkig. Oh,
schiekje op. En die zwart was best wel goed. Oei, oei, oei. Dat is het. Maar die was $12.39 voor even een klein 33 cent liter flesje. En dat vind ik toch wel een beetje duur hoor. Maar het was een echt heel lambiek. Kijk. Zo. $12 voor een fles bier. Helemaal gestoord. Dan kon je twee bakken bier wat kopen nog niet heel lang geleden. Ik was altijd iets van 3 gulden in Nederland. Zo. Ja, ze smaakt wel goed. Wel, ik dacht laat hem even draaien. We zijn nu op de snelweg. Naar mijn huis. Die is ook zo gigantisch druk, hè, die snelweg. Oh wel. Ik word hier helemaal gestoord, man. Van, hier is gewoon niks te doen hier zo. Helemaal niks. Nou, zaterdagavond. Mensen moeten op stap zijn. Moet eens kijken hoeveel verkeer er is. Helemaal niks. Wel, daar komt een auto aan in de weg. En daar is. En het regent ook nog, zo. Oh. Wel, daar is het. Dat is zo.